iemand iets wil zeggen of zo, ga je gaan. Ik heb eigenlijk niks te melden. Ik neem aan, Hans, dat wat we op de mail gemeld kregen over wat het zelf is, dat dat een stukje van jou is en niet van Atte. Ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. In ieder geval is het een stukje van het zelf. Dat neem ik aan, ja. Daar was voor mij een soort contradictio in terminis van het geheel. Dus okay. Ik lees een stukje en dan wil ik graag een vraag aan je stellen. Goed zo. Er is dus iets wat onveranderbaar getuige is van elk voorval, elk gevoel, elke gedachte of sensatie. Dat iets is bewustzijn. Dat is de wortel van al wat is. En dan komt het. Haal bewustzijn weg en wat er overblijft? Inderdaad, niets. Dus ben je niet datgene waar je bewust van bent, maar het bewustzijn waarin dat alles plaatsvindt. Ja, dat is mooi gezegd. Dan ben je dus toch weer het bewustzijn en dat moest je juist weghalen. Nee, want dan bleef het niets over. Als je dat bewustzijn weghaalt, kom je erachter dat er verder niets is. Maar dan is jouw vervolg, dus ben je niet datgene wat je bewust van bent, maar het bewustzijn. Ja. Dat heb je net weggehaald. Nee, je moet gewoon het proberen te snappen waar het heen wil. Hè? Wat? Je moet proberen te snappen waar dat stukje tekst heen wil. Wat er duidelijk gemaakt probeert te worden is, bewustzijn is gewoon de essentie van alles, zonder dat is er niets. Dus stel je eens voor dat je dat weg zou halen, dan is er niets. Hè? Maar dat kan niet. Dus je komt daar niet voorbij, weet je wel. Je kan doen wat je wil, maar je komt niet voorbij bewustzijn. Dus die suggestie, haal het weg, is onmogelijk. Hm. Dat is nou precies waar het naar verwijst. Dus nog eens anders gezegd, van mensen zeggen dat ze op zoek zijn naar het zelf. Op zoek zijn naar bewustzijn, maar je krijgt het niet weg. Hoe kun je op zoek zijn naar iets waar niet weg kan? Hm. That's the point. Dus kom je op het punt van, het is niet te beschrijven. Natuurlijk niet. Nee. Dus iedereen, hè, al die zogenaamde leraren en dichters en zo, proberen iets te beschrijven wat niet kan. Hm. Daarom heb ik ook wel eens gezegd van, uitleggen kan niet, maar kan wel een lofzang zingen. Nou, satsang is zo'n lofzang, zou je kunnen zeggen, op dat wat niet te beschrijven is. Ja. Dus de volgende vraag. Hoort vaak beschrijvingen en getuigenissen van mensen dat het zoiets geweldigs is als je dat beleeft, dat je het niets bent. Ik zit momenteel in nogal wat struggle met mijn vrouw. En we kunnen allebei zien dat je dus vanuit het niets alles kunt zeggen. Dat gaat er soms hard aan toe, om elkaar pijn te doen. Dan kunnen we ook zien dat de ander zich pijn laat doen. Ik kan niet zeggen dat ik er nou zo opgelucht van raak. Terwijl ik vaak wat ik vroeger bij wijze van spreken tegenhield, mag nu gezegd worden vanuit het niets, laat maar komen en dat is er dan. En het is een gevoel, het is een sensatie, het is een emotie, nou ja. Maar ik mis wel de kick van dat het me zo oplucht. Ja, het spijt me. Maar, jou niet spijt. Maar misschien is het beter, behalve dingen alleen maar uit te drukken, dat je je er bewust van bent van wat nou eigenlijk aan het woord is. Welke pijn praat? Welke frustratie is aan het woord? Welke identificatie is er waarvan uit je die dingen zegt? Want het niets zegt geen dingen die conflictueus zijn. Nee, oké. Okay. Het is de mind die ermee aankomt. Ja, dus ja. De mogelijkheid die erin zit voor jou, even los van je vrouw, gewoon voor jou. De dingen die opkomen, die zich dus wensen uit te drukken, kijk die aan. Wees daarmee. Dus het kan wel een voordeel zijn dat wat onderdrukt was nu naar boven komt. Maar dat wil niet zeggen dat je dat gelijk allemaal moet uiten. Je hoeft dat niet allemaal naar de ander toe te gooien. Je moet er eigenlijk zelf mee zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan kan het zijn dat doordat er bewustzijn bij komt, om het maar zo te zeggen, dat het doorstraald kan worden en uit elkaar kan gaan vallen. Want anders loop je in die discussie het gereden risico dat het alleen maar weer gelijk halen is. Mm-hmm. En je komt er geen stap verder mee, maar je kwetst elkaar wel. Ja.
wat ik elke keer merk, dat ik dan verval in de identificatie. Ja, exact. Nou, daar moet je naar kijken. Ja. Dus het is niet relevant van om gelijk te krijgen of niet, of om al die dingen fijn te uiten. Wat relevant is, kun je zien waar jij, het zelf, zich identificeert. Waarin jij je beperkt tot een iemand die ooit gekwetst is of zijn zin niet kreeg. Of... Daar moet je naar kijken. Dat moet ontward worden. En dat kan alleen door ernaar te kijken. Niet door het weg te willen hebben of het te willen verbeteren. Maar door ermee te zijn. Door het te ervaren. Door het er te totaal te laten zijn. Te ontdoen van zijn beperkingen. En je dus bewust te worden van waar je in gelooft. Ik ben zus of zo. Ik heb dit of dat nodig. Er zitten duizenden aannames onder. Dus voor jezelf het op laten komen en dan niks zeggen. Nou, wees er eerst maar eens mee, ja. Ja, precies. Want anders is het alleen maar gewoon de druk van de ketel laten in de richting van de zogenaamde ander. Ja. Nou, dat levert niemand iets op. Nee. Het zal soms niet te voorkomen zijn, Oké, maar probeer er in eerste instantie gewoon zelf mee te zijn. Ga liever het bos in en doorvoel het of ga erbij zitten, weet je wel. Zoek geen afleiding of uiting naar een ander, maar wees er gewoon mee. En dan gaat het zich vanzelf tonen en ga je steeds diepere identificaties daarvan gewoon zien. En in dat zien zit de bevrijding. Niet in het doen of het anders doen of het oplossen. Het lost zich op als het echt gezien wordt, als het echt ervaren wordt. Kun je iets noemen waaraan ik merk dat het echt gezien wordt? Ja, dan valt het uit elkaar. Ja, oké. Dat is het criterium. Ja. Dus het kan zijn dat iets 100 keer opkomt. Blijven kijken, niet ongeduldig worden, blijven kijken. En op een gegeven moment merk je dat je dat speciale issue, dat het je niks meer doet. Dan is het doorzien. Geen seconde eerder. Ja, klopt. En dat duurt zolang het duurt. En dus het enige van wat van ons gevraagd wordt in deze context is gewoon erbij te blijven en het te aanschouwen en het helemaal te laten zijn wat het is. Ja, want wij zitten altijd te rommelen aan wat is. Ik wil er vanaf, ik wil het verbeteren, ik wil het verminderen, ik wil het verzachten. Maar ik hoef alleen maar te ervaren, ik hoef alleen maar te zijn. En dan duvelt het vanzelf uit elkaar, vroeg of laat. Yes. Dankjewel. You're welcome. Ik denk dat dit een van de grootste uitdagingen is voor ons, met alles wat er in ons opkomt. Om het gewoon met rust te laten en het gewoon te durven ervaren en niet gelijk er iets mee uit te willen halen. Niet het gelijk weg te willen mediteren of... we kennen inmiddels duizenden techniekjes. Maar in feite, als je goed oplet, dan ben je constant gewoon dat wat er is aan het veranderen, aan het manipuleren. En spiritualiteit is in die zin niks anders dan je handen ervan afhalen. En je komt eerst tot de ontdekking dat je overal aan zit en alles wil veranderen en verbeteren. En dan ook natuurlijk nog naar een model waar jij je bij voorstelt dat het goed is. Wat dus ook totaal geconditioneerd is. Maar gewoon de moed opbrengen om ermee te zijn. Het gewoon te durven ervaren, het aan te kijken. Wat gebeurt hier? De bekende zenvraag, wat is het? En dan niet om een antwoord te krijgen, het is dit of dat. Maar gewoon doorvragen. Iedere keer als er verschijnt, het is dit of dat. Van, hè, ik voel me zus of zo, omdat er in mijn jeugd, weet ik veel. Doorvragen, wat is het? Aan de kant met die conclusie, opnieuw kijken. Weer een conclusie, aan de kant met die conclusie, opnieuw kijken, opnieuw voelen. Net zolang totdat je echt glashelder is en nogmaals, dat bewijst zich doordat het dan weg is. Gewoon weg, alsof het er nooit geweest was. En dat is ook zo, want alle problemen blijken denkbeeldig. Maar dat moet je niet aannemen, dat moet je ontdekken, zelf. Want anders heb je er alleen een nieuw stukje geloof bij. Want je hebt er niks aan, hè, om te zeggen alles is bewustzijn. Je hebt er niks aan om te zeggen alle problemen zijn denkbeeldig. Je hebt er pas iets aan als het je eigen ervaring is. En dat weet je, iedereen weet dat. Dus in feite is wakker worden niks anders dan stoppen met jezelf voor de gek houden.
stoppen met genoegen nemen, met verbeteringetjes. Inzicht is iets heel anders dan een kleine verbetering of een aanpassing of ermee leren leven. Weet je wel, dat is heel triest. Ja, dat is helemaal begrepen. Dat is geweldig. Een briljant publiek hier weer. Kan je iets zeggen over seksualiteit? Ja, lekker. Ja, nou, ik heb er wel vragen nog over. Van, nou, ik stroom niet lekker met mijn seksualiteit en mijn partner ook niet. Nou heb ik net gehoord van je moet gewoon vragen wat is het, wat is het, wat is het, wat is het. En dan... Yes. Dus onderzoek het. Onderzoek het zelf. Weet je wel, een moeilijkheid is in essentie in het vragen stellen. Het gevaar daarvan is dat je het buiten je legt. Dus je geeft het nu aan mij en dan moet ik het oplossen. Maar daarmee ontneem je jezelf de kans om dingen te ontdekken. Want al zou ik er iets zinnigs over kunnen zeggen, uiteindelijk wat heb je eraan? Het is jouw ding blijkbaar. Nou, onderzoek. Wie of wat heeft er moeite? Wat stroomt er niet? Vanuit welk perspectief? Hoe kom je daarbij? Hoe zou het moeten zijn dan? Weet je wel, er zijn beelden over waarschijnlijk, ideeën over, gevoelens over hoe je het zou willen hebben. Maar kloppen die beelden wel? Ja, dus het hele scala onderzoeken, zelf onderzoeken. Dus of het nou gaat over relaties, over seksualiteit, over geld, waar het ook over gaat, het verwijst naar jou. Dus het verwijst je altijd naar de vraag, wie of wat ben ik? Dus in de grond van de zaak, alle mogelijke problematieken hebben maar één oorzaak, gebrek aan zelfkennis. En wat er ook nog vaak bij zit, van dan hebben we ergens een probleem en wat we dan eigenlijk willen is er vanaf. Maar we hebben niet in de gaten dat nou net die steen in je schoen, die houdt je bewust. Dat schuurt, dat doet zeer, het wringt, geeft frictie. Daardoor ga je kijken, daardoor ga je je vragen stellen. Dus uiteindelijk moeten we niet eens proberen ergens vanaf te komen, maar moeten we bijna blij zijn dat er iets is, want dat dwingt ons om te gaan kijken. Om dieper te gaan dan tot nog toe. Wie of wat wil dat het zus of zo gaat? En klopt dat wel, weet je wel, van waaruit? Dus je kunt het gebruiken of je kunt proberen er vanaf te komen. En als je er vanaf wil komen, dan moet je naar een, hoe heet dat, seksuoloog. En dat ben ik niet. I just enjoy it. Weet je wel? En als je het wil gebruiken, nou, dan kun je het gewoon koppelen aan zelfonderzoek. Hè, wat ik net zeg, van wie wil dat het anders is? Wat stroomt er dan niet? Vanuit welk idee? Waar zit dat, als dat zo is, gebrek aan overgave bijvoorbeeld? Nou, dan verwijst het daarnaar en dan heeft het dus meteen een spirituele dimensie. En niet alleen maar meer een fysieke of een psychologische. Dus het kan een ingang zijn. Iedere problematiek kan een ingang zijn tot zelfonderzoek. En dus ook tot ontwaken. Ja, want laten we wel zijn. Als we geen besef hadden van een bepaalde frictie. Dan ga je ook niet kijken. Dus probeer het gewoon te ervaren. Probeer afstand te houden van dat... issue op te willen lossen en gewoon het totaal te ervaren. Voel wat daaronder zit, welke pijn daar misschien op zit of welke angst erbij zit. En dan niet om die op te lossen, maar eerst om ze te leren kennen. En we willen vaak dingen oplossen voordat we weten wat het is. En we plakken snel stickers erop van, oh, ik heb een probleem met dit, ik heb een probleem met dat. En dan hangt daar een heel verhaal aan, maar we kennen dat hele verhaal niet. En over wie gaat dat dan eigenlijk? Wie is dan degene die daar last van heeft? En waarom heb ik daar soms wel last van en op een ander moment niet? Zo vaststaand is die ik dus niet. Ja, want er gaan uren en dagen voorbij, dan denk je er helemaal niet aan. En dan ineens is het alweer. Hoe kan dat? Ben ik dat wel? Is dat helder? Ja, goed. Want zo denken we bijvoorbeeld dat wakker zijn betekent dat je nooit meer ergens iets van vindt. Dat is niet het geval. Het betekent in eerste instantie alleen maar dat je hebt leren kijken.
Dat je dus leert niet alles gelijk op te willen lossen of naar je hand te zetten. Maar dat je de ruimte hebt om gewoon te kijken naar wat er speelt en dat te onderzoeken. Zonder naar een in steen gebeitelde conclusie toe te willen. Omdat je besef begint te krijgen dat alles gewoon een levend gebeuren is. Er zijn geen eindstations. Er zijn alleen maar tussenstapjes. En het kan zich ieder moment vernieuwen, weet je wel. Ieder moment kan het inzicht zich vernieuwen. Of omkeren, of binnenste buiten keren, of opnieuw beginnen. En wat ons ego natuurlijk graag wil, is gewoon, nou, dit of dat is het. En dat steek ik in mijn binnenzak en dan zit ik goed voor de rest van de tijd. Nou, je leert kijken, je leert loslaten, je leert wat overgave is. Je leert zo stil te zijn met iets, dat het zich kan onthullen. In plaats van een resultaat af te dwingen. Want het bestaan of het zelf of God of hoe je het noemen wil, laat zich niet dwingen. Gelukkig. Heel veel kun je doen met dwang, weet je wel. Maar vrij worden, gelukkig zijn, liefdevol zijn, dat gaat niet samen met dwang. Dat gaat alleen samen met openheid. Een klein beetje moed is handig. Ik wil graag weten hoe jij aankijkt tegen NLP. Niet. Wil je het uitleggen? Waarom wil je dat weten? Nou, jij hebt daar iets mee. Ja, ik heb daar inderdaad iets mee. Ik niet. Ja, het is voor mij een techniekje, zeg maar, om mijn psyche te deprogrammeren. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dat is een hele andere benadering. Want als ik jou zo hoor, is het voor jou misschien ook niet meer dan een techniekje dat je kunt toepassen. Ja, en iedereen die zal gebruiken wat voor hem of haar in een bepaalde fase nuttig is. Of lijkt. Dus ga je gang. Maar blijf beseffen dat het een techniekje is. En als het moment daar is dat je voorbij het techniekje groeit, laat het dan ook vallen. En voor de rest heb ik er niks voor en niks tegen. Waar dit eigenlijk over gaat, is de kunst van het niets proberen. Ja, je mind is eigenlijk altijd iets aan het proberen. Bijvoorbeeld proberen om dit te snappen wat hier gebeurt, of om verlicht te worden, of dat soort waanideeën. En het gaat er eigenlijk om gewoon in een toestand te komen waarin je niets probeert. Dus als je hier ook zit, moet je eigenlijk ook niks proberen. Niet proberen het te snappen, niet proberen het er mee eens te zijn, niet proberen het er niet mee eens te zijn, weet je wel. Just let it happen. Het is net als een stuk muziek, weet je wel. Van als je alle noten vasthoudt van een stuk muziek, dan loopt je geest vol, dan blokkeer je. Maar als je alles gewoon voorbij laat drijven, dan kan het zijn dat die muziek iets essentieels benadrukt. De ruimte, de stilte als het ware benadrukt. Die is er gewoon, net als nu ook. Al deze klankjes, die kunnen alleen maar opklinken dankzij die stilte, maar die stilte wordt er niet anders van. En als je gaandeweg jezelf meer gaat zien als die stilte in plaats van als iemand, dan wordt steeds duidelijker dat je ware aard oneindig is en dat je probleempjes altijd een begin en een eind hebben. Er is altijd een dingetje. En er is ook altijd een dingetje voor nodig en dat dingetje heet ik. Ik wil dit, ik wil dat. Ik ben bang van zus. Ik verlang naar dat. Alles begint met dat woordje, hè? Ik. Ik wil verlicht worden. Why? Dat er dan een beter ik is, of zoiets. Weet je wel, het is echt complete waanzin. Maar een tijd lang, zo gaat het proces gewoon. Je moet zoeken om, keihard zoeken zelfs, om erachter te komen dat zoeken waanzin is. Maar ik heb wel een voorkeur dat mensen zo kort mogelijk zoeken. Intens, kort. En dan tot het inzicht komen dat het gewoon kolder is. Het is een namaak-ik, wat een namaak zelf zit te zoeken. Terwijl als je gewoon even stil bent, even niets probeert, dan is er meteen een soort
Iets ontvouwt zich. Je weet niet wat het is. Dat ga je ook nooit weten. But it feels good. Vrijheid is reuze makkelijk, hè, gewoon. Nou, liever niet, Nienke. Doe maar. Wat een grapje af en toe moet kunnen, hè? Dat is best kom, hè? Inderdaad. Ik vind het altijd al zo spannend om wat te zeggen. Daarom. Het gaat heel daarom, goed, ik ben een en al hulp. Ja. Dan ben ik helemaal met een verhaal kwijt. Ja, mooi. Daar ging het nou net om. Nou, zet dat maar even opnieuw in elkaar dan. Wat ik heb ontdekt is dat het... Dat je als je vanuit je persoon gewoon bepaalde dingen onthecht, zeg maar. Dat er dan dus op het realisatieniveau helemaal niks gebeurt. Maar dat je op persoonsniveau gewoon heel ongelukkig kan worden. Heel wat kan worden? Ongelukkig. Oh ja. En om dat te zien, dat verschil tussen mijn gehechtheid aan schilderen, tekenen, boetseren, dat soort dingen. Daar ben ik mee gestopt. Omdat het een gehechtheid was. Maar het is nooit iets van binnenuit geweest dat zei je moet ermee stoppen. Maar de persoon zei je bent gehecht, dus je moet ermee stoppen. Oh ja. En de laatste tijd kom ik erachter dat er dan op persoonsniveau iets doodgaat iedere dag, omdat het niet kan. Stromen heeft helemaal niks te maken met dat wat ziet. Ja. Yes. Dus het is heel goed om dat in te zien ja. En daar dus niet naar te luisteren. Want dat je hebt dus één ik die dat wil doen en een ander ik die zegt dat het niet goed is, dat het los moet. En dan stop je ermee, maar je zit nog steeds in diezelfde ik. Ja. Weg dan mij. Maar dat is gewoon wel heel mooi om te zien als je er van bovenaf dan naar kijkt. Dat er dus gewoon op persoonsniveau iets gebeurt. Van de ene zegt tegen de ander, dan moet je me ophouden. Maar dat heeft niks met wat dan ook te maken. Nee, dat heeft nee. Gewoon met persoonsgedoe te maken. Exact. En daarom van onthechting is altijd totaal en spontaan. En als het niet zo is, dan is het alleen dat inderdaad het ene sub-ik verbiedt het andere sub-ik iets. Ja. En dat voelt nooit goed. Het is heel belangrijk dat dit gebeurt, want dan kun je gewoon zien dat dit niet de manier is. Ja. En eigenlijk zo gaat het meestal met ons, van hoe ontdekken we de juiste manier? Door ons bewust te worden van onze verkeerde manieren. Dus het is heel waardevol. En gooi het dus weg. En als de neiging er is om te schilderen, te boetseren, whatever, let it happen. Maar dat is ook een soort bevrijding om te zien dat voor de vorm helemaal, dat de vorm dat nodig heeft. Maar dat het niks vertelt over dat, of de stilte, of wat dan ook. Het zegt gewoon iets over dat de vorm daar gewoon belang bij heeft. Ja, punt. Exact. En dat vond ik gewoon wel een mooie ontdekking, waardoor er een heleboel weer geen stroom ook. Yes. Daarom ben ik er ook nooit een voorstander van dat mensen zich allerlei dingen gaan ontzeggen. Je kunt wel zien bij iemand van er zitten bepaalde dingen en dat zijn gehechtheden of whatever. Maar als je dat gaat afwijzen, je krijgt alleen maar dat je de levenskracht gaat onderdrukken. Je wordt er doodongelukkig van. Terwijl op het moment dat het werkelijk doorzien is, dan ofwel verdwijnt het spontaan, of het krijgt een bepaalde vorm waarin het niet meer negatief is. En het is gewoon oké. Dus het in dit soort ego-onthechting, zou ik maar zeggen, of het je iets ontzeggen, zit altijd iets gewelddadigs. Terwijl de andere kant is altijd liefdevol. Het zegt niet dat het niet mag, weet je wel. Het laat je hooguit zien dat je ergens aan vastklampt. En dan word je daar bewust van en je wordt je er nog bewuster van enzovoorts. En op een gegeven moment valt het misschien weg. Of het blijkt gewoon bij je te horen. Maar dat maakt dan niet meer uit. Dat maakt niet meer uit, dan is het belang eraf. Ja, maar wat dan ook wel hier gezien wordt is dat ik neem het ding ook vaak wel heel erg letterlijk. Wat voor dingen? Zeg dus of dingen, zinnetjes die ik lees, of dingetjes die jij zegt, of iemand anders. Yes. Die neem ik dan ook zo letterlijk. Dat, nou ja, dat is ook wel grappig om dat weer te onderzoeken. Oké. Daarom is het dus ook wat ik net zei. Van ook als je hier zit, hè, maar ook dus als je van die dingen leest. Laat het zijn waarde hebben in het moment dat je het hoort of leest. Maar sleep het niet naar een ander moment. Want wat we de hele tijd zitten doen zonder dat we er erg in hebben, is allerlei wetjes opslaan. Inzichten verworden tot een wet. En dan gaan we onszelf op de nek zitten. Dit mag niet, dat mag niet, dit moet zus, dat moet zo. Maar dat heeft geen donder meer met vrijheid te maken. Maar gewoon met onze geprogrammeerdheid. Om braaf te willen zijn, om het goed te willen doen. Of vanuit angst om het niet te redden als ik, weet ik veel, blijf schilderen, roken, whatever. Dat heeft er allemaal geen donder mee te maken.
Dus als iets me raakt op een moment, is het op dat moment waar en waardevol. Maar als ik het doorslijp naar een ander moment, dan ben ik gewoon weer aan het denken. En in feite een repressie aan het uitvoeren. Ik moet zus of zo zijn. Ik mag dit of dat niet. Van wie? Ja, van mijn denken. Ja. Goed, dankjewel. Ik merk dus, naarmate je meer gaat zien, dat soms het ego heel krachtig kan zijn, vooral met gedachten. Met een soort koppigheid, waarin dan een zogenaamde negatieve gedachte opkomt. Ik kan zien dat ik hem weg wil hebben. Ik kan zien dat hij er is. En dan zeg je, verplaats je aandacht. Nou, dat gaat dan ook nog, maar binnen 10 seconden is hij terug. En dan merk ik ook dat de gedachte komt, nou, dit is misschien een korte fase dat dat gebeurt. Mm-hmm. Maar hoe komt het dan dat dat de ene keer gewoon stroomt en de andere kant die koppigheid, dat steeds die negatieve gedachten aan terug blijven komen? Ik zou het niet weten. Maar ik denk dat je het wel kan ontdekken als je er gewoon naar kijkt. Wat zou kunnen is dat je de ene keer je er meer mee associeert dan de andere keer bijvoorbeeld. Dus je kunt iets zien verschijnen en dan valt het weer uit elkaar zonder dat je daar bemoeienis mee had. Terwijl op een ander moment dan kan het ja, er toch een soort grijpen naar zijn. Ja. En de pest is op het moment dat we dat doen, dan geven we het in feite voeding. En wordt het dus hardnekkiger. Dus hoe harder ik iets weg wil hebben, hoe sterker het wordt. Dat is een van de mooie wetten die er zijn, weet je wel. Dat wat je voedt wordt sterker. Ja, sure, weet maar, je wel. Dus waar je bang voor bent, dat voed je. Wat je weg wil hebben, dat voed je. Wat je wil veranderen, dat voed je. Ja. Dus je zit eigenlijk altijd, als je het al zo wil uitdrukken, de vijand te voeden. Ja, ook dat zie ik dan op dat moment. Ja, goed. Het is soms zo hardnekkig. Ja, maar dat dwingt ons dus om werkelijk tot de totale acceptatie te komen dat we tamelijk machteloos zijn. En daar zit een gigantische vrijheid in. Want ik kan zo helder zijn als wat, maar wat op mijn pad komt op mijn pad. Whether I like it or not. En waar ik moeite mee heb, zal ik moeite mee hebben. Weet je wel? En ja, ik durf te zeggen, dat vind ik helemaal oké. Dat is mijn vrijheid of mijn vrede, weet je wel? Maar dat wil niet zeggen dat ik alles leuk vind. Of dat me alles makkelijk afgaat, of dat ik een of ander genie ben of zo. Dat is niet zo. Maar ik weet wel hoe ik moet kijken.
En ik weet wel dat het zien nooit overgaat. Terwijl waar ik ook last van heb, gaat altijd over. Dus ik ben niet ongerust, zal ik maar zeggen, als ik ongerust ben. Weet je wel, dus aan de ene kant gebeurt er dan dingen, van iets wat ik vervelend vind of zo. Maar de andere kant blijft gewoon stil en ja, bemoeit zich daar eigenlijk niet mee. Nou, dan is die mind nog even zo bezig, want ja goed, die moet toch wat. En hoe minder associatie ermee is, maar het is niet zo dat ik aan de knop zit van nu is er zoveel of zoveel, dat gebeurt gewoon, het is allemaal spontaan. Weet je wel, maar gaandeweg is er steeds minder associatie mee. Dus worden dingen die ik voorheen of die een ander zou duiden als een probleem, niet meer als een probleem ervaren. Wel als een gegeven op dat moment. Dus het is er wel, maar ik ben niet minder mijzelf met dat wat bezig is of zonder. Weet je wel, dus precies dat het dus niet gaat naar je zin, is dus mooi, want dat ondermijnt de ego. Het gaat nooit naar je zin, weet je wel, totdat je je zin verliest. En dan maakt het niet meer uit. Dus al die dingen die tegen lijken te werken, zijn in feite the Lord's grace. Ja. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Van ik heb het meeste geleerd door de dingen die niet gingen zoals ik ze had willen hebben. Want dan was ik helemaal een onmogelijke. De rest mag je zelf invullen geworden. Dus, maar het mooie is gewoon van als we zelfonderzoek zouden kunnen doen, als je het al doen kan noemen, zonder te streven naar een vaststaand resultaat. Dus gewoon te genieten van het observeren van het hele proces en het doorvoelen ervan. En inderdaad het eindeloos die vraag laten opkomen van, hey, dat is wonderlijk. Gisteren kwam dit onderwerp op en het was in 3 seconden weg. En nu komt het onderwerp op en ik loop al een uur met een bal in mijn buik, weet je wel. En ik voel me chagrijnig. En dan niet daar iets mee te willen, maar gewoon alleen maar te willen weten, hoe komt dat? En dan niet het buiten me plaatsen, maar hoe werkt dat in mij, weet je wel? Gewoon daar interesse in te hebben. In plaats van, ja, dit moet weg, en want ik wil me zus of zo voelen. Nee, dit is nu de setting die er is. Oké, let's enjoy it en zie hoe het functioneert. Gewoon bevrijd raken van overal vanaf willen. Laat het maar gebeuren, ervaar het maar, weet je wel? Het is allemaal in jou en uiteindelijk het benadrukt dat wat jij bent alleen maar. Het is niet echt een probleem. En er is altijd een ideetje gaande ergens. Dus het kan je helpen een identificatietje bewust te krijgen. Dat is gewoon leuk. Dus, weet je, want wat wij doen is van, hè, ik zoek naar bevrijding of verlichting, of weet ik veel hoe we het uit willen drukken, of geluk of zoiets. We maken er meteen een probleemstelling van. In plaats van een ontdekkingstocht bijvoorbeeld. He, van we gaan op vakantie naar Frankrijk, noem maar wat. En dan die reis, die kan deel zijn van de vakantie. Of iets wat zo snel mogelijk achter de rug moet zijn, want daar is het. Het is natuurlijk kolder. Het is allemaal in je leven, weet je wel. Iedere stap, iedere boterham die je smeert voor onderweg enzovoort. Maar wij zijn zo vaak zo doelgericht dat, waar is het genieten dan nog? In mijn geval, ik ga gewoon niet naar Frankrijk. Maar dat is weer wat anders. Je zegt net dat frictie een functie heeft. Ja. Het dwingt je om te kijken. Ja. Schepping, materie, heeft volgens mij, dus per definitie ook, heeft frictie ingebouwd. Ja, sure. Daarom. Waarom heeft het bewustzijn frictie nodig als het misschien... Nee, bewustzijn niet, jij. Ik. waarom is dit er? Omdat je deze vraag dan kan stellen. Ja, en een theoretisch antwoord zou kunnen zijn, het zelf wil zichzelf ervaren.
Nou, aangezien de aard van het zelf perfectie is, moest het imperfectie creëren om iets te kunnen ervaren. Nou, dat zijn jij en ik. Ja. Dat is een geweldig antwoord. Je hebt er geen zak aan, maar het is wel mooi. Ja, dus, maar je kunt het wel gewoon naar jezelf terugkoppelen. Jij als mens, hè, even los van zelfideeën en zo. Jij als mens, waarom heb jij frictie nodig? Dat te onderzoeken in jezelf, want je zoekt het op. Ja. En niet alleen jij hoor, maar iedereen. Maar goed, ik praat nou even met jou. Ja. Waarom heb jij frictie nodig, weet je wel? Op allerlei gebieden, werk, geld, relaties, whatever. Er zit altijd iets te zoeken, iets te willen, iets te manipuleren, iets... Why? Daarin af te dalen, dus niet van, nou, dat is daar en daarom en dan klaar. Weet je wel, maar daarin af te dalen en dat helemaal te gaan ervaren. Ja, waarom eigenlijk? Ja, want dan kom je erachter bijvoorbeeld dat al je dingetjes die je doet, waar je naartoe gaat, ook hier naartoe, heeft met die frictie te maken. Want als die er niet was, wat kom je dan doen? Dus there has to be some little thing. Yes, al is het maar iets positiefs zelfs, hè, van ik vind het hier fijn. Maar waar je was, zal ik maar zeggen, daarvoor was het daar niet fijn, man. Nee, even wat minder. Ja, nee, maar gewoon, weet je wel. Van... Maar dat heeft dus met frictie in jou te maken. Nou, die moet je oplossen, weet je wel. En als je dus het lef hebt om die te gaan voelen, in plaats van hem weg te willen werken, dan wordt je bestaan, zou je kunnen zeggen, ruim en zinvol of spiritueel, zo je wilt. Terwijl als je het alleen maar uit de weg wil ruimen, dan ben je gewoon in conflict. Dat is de frictie. Maar jij kon toch in één keer wegwerken, had ik begrepen. Dat is een soort heel, garantie. Dus, absoluut, dat kan. Maar dan moet je wel ook in staat zijn, en dat kun je niet afdwingen, om meteen naar de kern te gaan. Dus als jij in staat bent direct naar de kern van de frictie te gaan, dan is het zo klaar. Maar de meeste van ons, die cirkelen eromheen en heel langzamerhand bewegen we in de richting van de kern. Want dat is vaak angst, toch? Niet willen voelen. Exact, omdat we weten dat de kern van de hele zaak angst is. Dus zijn we bezig met allerlei trucjes en techniekjes enzovoorts. En dan denken we onderwijl dat we zinvol bezig zijn. Maar feitelijk, als je goed kijkt, draai je om de hete brei heen. Het is gewoon bezigheidstherapie in principe. Ja, nou ja, ja, precies. Het is allemaal door angst ingegeven. Weet je wel? Dus, en dat geeft niks, want wie niet in staat is om rechtstreeks er naartoe te gaan. Nou, er zijn duizenden dingetjes verzonnen. Waardoor je een beetje in de week kan leggen en toch het idee hebt dat je goed bezig bent. Maar vroeg of laat moet je gewoon die gifbeker leeg drinken. Nou, ik ben er voorstander van om dat direct te doen, maar dat is niet iedereen gegeven. Ik bedoel, ik doe dit nou 10 jaar. En nou, ik heb een handjevol gezien die dat konden. Maar dat zijn er 3, 4 misschien. En ik heb er misschien wel 1000 al gezien of zo. Zie je dan heftige dingen gebeuren? Nee, degene die daar rechtstreeks naartoe gaan, die hebben meestal nergens last van. Degene die er omheen draaien. Weet je wel, kijk, als je het oude beeld van het motje en het vuur, dat motje, dat ene motje vliegt gewoon erin en dat is weg. Die andere cirkelen eromheen en hun vleugeltjes beginnen te schroeien en die sprietjes schroeien eraf. En dat is vreselijk pijnlijk, omdat ze niet meteen naar de kern kunnen of durven of willen, weet je wel. Dan wordt het een leidersweg. Nou, oké. Maar uiteindelijk, you'll get there. Het is iets als de vastgeplakte pleister en zo. Die je dan ja, dan precies. Dat kun je heel langzaam doen. And if you want to enjoy it. Zo van, au, ga door. Ja, precies. Hurt me. Dankjewel. Jacqueline. In feite is het dus heel simpel. Ja. Het is gewoon handen af van alle frictie die opkomt. Ja. En handen af van al het zoeken wat opkomt. Ja, en alle mogelijke oplossingen. Die woorden willen niet komen. Hoeft ook niet. Alles wat we kennen is in feite conflict. En proberen van dingen af te komen. En het gaat er eigenlijk alleen maar om dat je stopt.
De hele mechaniek moet gewoon tot stilstand komen. En dan lossen dingen zich vanzelf op. Blijkt. Ja, het is zo simpel. En iedere keer ontdek ik het weer opnieuw. Ja, ja, zo gaat het. Maar waarom ga ik dan straks weer verder met denken dat ik wat moet, wat wil? Misschien omdat het leuk vindt. Ja. Een soort trein die langzaam tot stilstand moet komen of zo. Voelt ook alsof er nog een soort... Ik op zich, hè, als je het gewoon iets leren zou willen noemen. De meeste dingen die we leren, die leren we door herhaling. Ja. Nou, dus met dit niet anders. En de ene die heeft een bepaald aspect in 3 keer door. En de andere na 300 keer. En weer een ander na 3000 keer. Dus in die zin komt het er alleen maar op aan het volhouden. Blijven kijken. Niet maar 1 keertje, weet je wel. Maar again en again en again en again. Net zolang totdat dat duidelijk is dat dat je natuur is. Ja, want je hebt ook wel eens gezegd, als het leven heel leuk is, dan is het moeilijker tussen aanhalingstekens. Ja, dat kan een groot nadeel zijn. Ja, ja. Ja. We zijn een soort die aardig gemotiveerd zijn door lijden. Ja. En als het allemaal lekker gaat, dan vergeten we heel snel waar het over gaat. Dan dommelen we een beetje in. Ja. En dat is ook niet erg natuurlijk, want dat keert zich wel weer, want alles is tijdelijk. Dus, het lekker gaan is ook altijd tijdelijk. Het is behoorlijk stabiel in mijn leven. Ja. Dat is mooi. Ja, dat is erg mooi, maar ik wil dat. Ja, good, oké. En het is zo simpel, want dat is hier en nu, altijd. Ja, exact. Ja. En je weet dat, en soms drijf je er wat vandaan, maar je keert er ook steeds weer naar terug. Dus ik zou zeggen, don't worry about it. Ja. Het kan niet anders dan dat het gewoon steeds verder doordringt en dat het je steeds meer bij dat zogenaamde nu houdt. Want op zichzelf, van of een ik zich nou lekker voelt of niet lekker voelt, het is maar een bedenksel. Nou, dat wordt gewoon steeds duidelijker. Ja. Ja, want zelfs als het lijf ziek is, dan maakt het ook niet zoveel meer uit. Ja, sure. Dan wordt dat gezien en dan af en toe is het zelfs, oh grappig, nu voel ik dit. Ja. Het is wel pijn. Nou, zo ontvouwt het zich gewoon, dus is oké. Okay. Maar ja, het is nog wel steeds dat ik zeg, nu voel ik dit en ook dat. Ja, naderhand. Maar op heel veel momenten denk ik ook niet. Dan is er gewoon gewaarzijn van iets, zonder dat het verder geduid wordt of toegeëigend wordt. Ja, en je moet ook niet vergeten dat ons valt altijd op wat niet goed is. Hè? Dus je kunt een uur lang gewoon in een natuurlijke toestand verkeren. Je hebt het niet in de gaten. Dat is ook logisch, want het is natuurlijk. Dus eigenlijk valt alleen het onnatuurlijke op. Pijn, verzet, conflict, liefdeloosheid. Die dingen vallen op, want die zijn onnatuurlijk. Ja, en daar gaat dan ook je aandacht heen, weet je wel. En als het vuur eenmaal aan is, zou ik maar zeggen, dan zal het niet stoppen voordat alle waanzin verteerd is. Dus al zit je een maand in de natuurlijke toestand, als er 5 seconden even dit doen is, zal daar de aandacht heen gaan. En zal er niet eens vanuit het denken, maar gelijk een soort inherent iets zijn om dat te willen doorstralen. Het is gewoon, dat is logisch. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen, dat gebeurt gewoon vanzelf. Net als iedereen, ieder levend wezen, de neiging heeft om gelukkig te willen zijn. Of het nou om een mier gaat of een mens of zo, weet je wel, van welke soort of ras of whatever onderscheid je kan maken. Alles wil gelukkig zijn, dat is natuurlijk, want het is je aard om gelukkig te zijn. Dus de aandacht gaat naar het ongelukkige. En de wens om dat uit de weg te willen ruimen. Nou, dat kan heel verkrampt gebeuren. En heel moedwillig of heel los en vrij. Maar die neiging is in ons allemaal. Iedereen wil zich goed voelen. Natuurlijk. Alleen we gebruiken gewoon de verkeerde middelen heel vaak.
En we maken het afhankelijk van dingetjes die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Ja, want de pijn die nog opkomt, die moet eigenlijk gewoon helemaal liefdevol helemaal geaccepteerd. Natuurlijk, want meestal wat is pijn? Iets wat afgewezen is. Ja. Nou, dan ben je op een gegeven moment zo ruim geworden dat het uit de grond durft te komen. En dan wijs je het weer af. Want het moet weg, het moet opgelost worden, ik moet er vanaf, weet je wel. Dus dat is weer afwijzing. En dan zal het overgaan, zeker. Nou, ik denk van niet. Maar je zou al die dingetjes gewoon kunnen zien van, ik heb die vergelijking wel eens vaker gemaakt, van als een klein kind. Hè. Een kind heeft iets en dat komt bij je, weet je wel, en voelt zich niet lekker of zo, dus die wil even vastgehouden worden. Maar dan zeg je, nee, ga weg, Jantje. Weet je wel, nou even later, hij voelt zich nog rotter, en weer. En zo gaat hij zich dan lekkerder voelen, door hem constant af te wijzen. Dat is toch waanzin? Terwijl, 5 minuten even zo doen, en het is gewoon klaar. Kost niks. Nou, zo is het met onze eigen dingetjes in feite ook. Van, we staan ze niet toe. En daarom blijven ze zeuren, en blijven ze terugkomen, en zich in steeds nieuwe jasjes blijven steeds dezelfde dingen opkomen. En dan zeggen mensen tegen me, ja, hoe kan dat nou toch? Ja, en ik van, ja, hoe kan het niet? Weet je wel, je staat het niet toe. Je durft het niet te voelen. Je wil het niet zien. Dus gaat het schreeuwen op een gegeven moment. Net zolang totdat je het wel aandacht geeft en het er wel mag zijn en je daar ja tegen zegt eigenlijk. Ja, want ik merk nu dat ik een soort dubbel gevoel daarin heb. Dat ik bang ben dat ik het wil gaan veranderen en dat ik het daarom helemaal geen aandacht geef. Ja. Terwijl in plaats van alleen maar liefdevol wees kijken, er gewoon mee. Ja. En dan vertelt het zo'n verhaal wel, weet je wel, en dan ontkrampt het vanzelf. You're welcome. Hi. Ik ken jou nog niet. Nu wel een beetje al. Ik wil graag met jou hebben over manifestatie. En ik ben daar namelijk erg in aan het kijken. Dit manifesteert zich hier. En ik heb daar heel veel vormen in gehad in mijn leven. En in al die vormen op een gegeven moment zag ik, ja, dat was het niet. Dat viel weg. En dan is dat weg, maar het blijft dus ook manifestatie. Maar ik kan dus niet meer zeggen dat die manifestatie komt omdat ik dat bedenk. Terwijl ik doe dingen, er gebeuren dingen. Ik ga met jou praten, dus het drukt zich uit. Het wil zich uitdrukken. En ik heb dus altijd gedacht van, dat valt weg, maar dat valt dus niet weg. Het blijft eruit. Ja, dat is fantastisch. Dat is maar ik heb daar een soort verwondering steeds over. Ik kijk dus steeds van, wat drukt zich nou dan uit? Dit is, ja. En ik ben gewoon nieuwsgierig hoe jij dat ziet, hoe jij manifestatie ziet. Het lijkt wel alsof het steeds uit het niets verschijnt. Of ja, zo. Waarom? Het, is, dan? Ja. Het gebeurt gewoon. Ja, het gebeurt. Dus ik heb het wel eens genoemd, het is een soort wakker worden in de droom. Ja.
Je weet dat je droomt, maar die droom gaat gewoon door. Tenminste, zolang die vorm intact is. En alleen ook nog maar natuurlijk in de waaktoestand en de droomtoestand. Dus manifestatie kent voorwaarden. Ja, en ook, wat, ja, dat vind ik ook zo opmerkelijk, dat ik dus, zeg maar, het moment dat ik, als ik bijvoorbeeld 's ochtends wakker word, dan is het net of het ook is van, oké, dan de wereld verschijnt, alles verschijnt. Het is gewoon, zie zo alles opbouwen, gedachten, en dan is alles er weer. Terwijl, ja, het wordt op dat moment echt gecreëerd. Ja, en je kunt dus zien dat het in elkaar gezet wordt. Ja. En dus weet je ook dat het niet het uiteindelijke is. Nee. Nou, dat, toch gebeurt het. Ja, toch gebeurt het. Yes! Ja, dit is zo. Ja. Dat is het mooie. En daaruit blijkt gewoon dat de realiteit, zal ik maar zeggen, die overstijgt dus altijd wat wij begrijpen kunnen. Ja. En als dat geaccepteerd wordt, geeft dat het gevoel van verwondering. En dat is prachtig. Ik denk dat vrijheid en verwondering, die gaan hand in hand. Ja. Ja, dat denk ik. Alleen een idioot verwondert zich nergens meer over, weet je wel. Die denkt dat hij alles weet of zo. Weet je wel, je komt er steeds meer achter dat je eigenlijk niks meer weet. Nee, inderdaad, ik weet niets meer. En het gebeurt gewoon. Het enige is van dat het steeds makkelijker wordt om te reageren. En je raakt niet meer van slag of zo. Ja. Weet je wel, maar alles is wonderbaarlijk. Ja. Het meest eenvoudige. Gewoon een glas met water is eigenlijk al een wonder. Ja. Weet je wel, en al die dingen liep je vroeger voorbij, want ja, je was zo op jezelf gericht met en weet je wel, op je eigen idee, je niet. Zag gewoon niks. Ja, dus maar als dat oog zich opent, dan wauw, isn't it amazing? Ja. Maar het is ook geen enkel probleem als het stopt, weet je wel. Ik bedoel, s'avonds laat je het ook gewoon, dat doen we allemaal, moeiteloos laten we het weer vallen. En we vergeten alles en nou, 's morgens pakken we het weer op. Ja. En dan vinden we het weer prachtig, of nou, sommigen ook vervelend natuurlijk. Als je je niet verwondert, dan vind je het vervelend. Dan is het vervelend. Ja, dat is ook wonderlijk. Ja, dat is ook wonderlijk, ja, helemaal niet. Het is heel wonderlijk, hè? Gewoon alles is helemaal oké en dan ineens voel je je vervelend. Ja, ja. Je hebt niks gedaan of zo, maar dat gevoel komt gewoon op. En dan gewoon er vanaf blijven en dan doet dat zijn dansje en het verdwijnt weer en het wordt stil of het transformeert in iets heel anders. Ja. Je hoeft helemaal niks te doen, weet je wel. Nee. Dankjewel. Ja. Over verwondering gesproken. Ik voel me de laatste tijd heel vaak verwonderd. Maar ik kom heel erg de buitenwereld tegen daarin. Die dat gewoon heel raar vindt. Ik heb het gevoel dat ik me steeds af moet stemmen. Omdat ze anders denken dat ik niet goed snik ben of zo. Daar kom ik nu mee. Totdat je accepteert dat ze denken dat je niet goed snik bent. Ja, oké. Weet je wel, dus alles verwijst naar jou. Hè? Er is geen buitenwereld los van jou. Ik had me daar ook heel druk om kunnen maken, maar dat heb ik nooit gedaan. En door wat er dan schijnbaar gebeurd is of niet gebeurd is, zijn er een hoop mensen toen de tijd uit mijn leven verdwenen. En er zijn er ook weer een paar voor in de plaats gekomen. Maar het interesseerde mij gewoon niet. Weet je wel, ik wilde gewoon weten wat waar was en of men dat dan aanstond verder of niet, ja. Weet je wel, dus dat maakt je alleen maar bewust. Ja, het maakt je dus bewust van wat je, in hoeverre je je dus aantrekt wat zogenaamde anderen van je denken. Nou, dat is een deel van de gevangenis, maar die zit in je hoofd, weet je wel. Dus als jij totaal accepteert dat je bent zoals je bent, dan zul je tot je verwondering erachter komen dat mensen in je omgeving ineens dat veel minder een probleem vinden dan wanneer jij er zelf over twijfelt. Want wat niet in jou is, daar kan niet op gereageerd worden. Ja, dus als ik opgefokt ben bijvoorbeeld, dan lok ik het bijna uit om ruzie te krijgen met iemand. Terwijl als ik stil ben, dan kan iemand tegen me aangestaan schreeuwen, maar ik zal alleen maar glimlachen of zeggen van, goh joh, vervelend nou dat je je zo druk maakt.
Of het meespelen, omdat dat dan beter lijkt. Hè? Weet je wel, dus alles verwijst gewoon naar wat Emma is in die zin. Dus dat is wat ik er straks ook zei over frictie, want het is allemaal hulp. Het maakt me allemaal alleen maar bewust van waar ik in geloof. Dat ik zus of zo zou moeten zijn, of dat ik de waardering van die anderen nodig zou hebben. Nou, anderen kunnen mij eindeloos waarderen, maar als ik mezelf een eikel vind, weet je wel, gaat het niet helpen. Terwijl als ik niks van mezelf vind, dus het is gewoon zoals het is, dan zullen er, en dat is ook altijd zo, er zijn mensen die hebben een gruwelijke hekel aan me, er zijn mensen die houden van me, en er zijn mensen die vinden niks van me. Het is altijd zo, weet je wel. Ja, het maakt me niet uit. Totdat ik weer iets van mezelf vind. En dan heb ik ineens weer steun nodig, of... Weet je wel, maar dat begint hier altijd, hè. Dus al die dingen gewoon gebruiken om te kijken van, ja, waar zitten de ideeën over mijzelf en de wereld? Het is allemaal hulp, of in ieder geval, het is allemaal te gebruiken. Dus ook daarin, net als met het andere onderwerp, experimenteren, voelen, gewoon kijken wat er gebeurt, ook in die interactie. En dan gewoon naar jezelf kijken, niet naar wat die ander doet, maar wat het teweeg brengt in je. Die ander is alleen maar een boodschapper, die prikt, weet je wel. En zo er iets is, zal het een reactie oproepen. En op een gegeven moment ga je merken van als je leert daarmee te zijn gewoon en dat te onderzoeken, dan prikken ze en dan merk je, hey, die respons die er altijd was, die komt niet meer. Ik voel me nu niet onzeker omdat ik afgewezen word. Of omdat ze me raar vinden, of misschien vinden ze je wel helemaal niet raar. Of vinden ze je alleen maar raar omdat ze zien dat je eigenlijk anders bent dan dat je doet. Dat je je aanpast voor hun om te zorgen dat ze je niet raar vinden. Nou, dat vinden ze dan raar. Hey, is toch eens jezelf, mens? Ja, zeggen ze dan. Dus zo creëren we allerlei moeilijkheden, terwijl het eigenlijk heel simpel is. Betrek alles gewoon op jezelf in die zin. Onderzoek het in jezelf. Gebruik het als een hulpmiddel. Als je zelfkennis wil, hè, als je dat niet wil, moet je het niet doen natuurlijk. Dat is wel van belang. Ik zeg dit alleen tegen mensen die suggereren zelfkennis te willen. Voor de rest moet iedereen natuurlijk doen wat hij wil. Maar dit is gewoon super belangrijk. Als we alles gewoon in de context van zelfonderzoek kunnen zien, ons totale leven dus, dan zijn er geen gescheiden werelden meer. Dan is het niet meer aards of spiritueel of werelds of verheven. Nee, het is allemaal één en hetzelfde gebeuren. En iedere interactie kan me helpen om bewuster te worden. Alles is een kans, weet je wel. Hoe vervelend het ook voelt soms. En als die klik eenmaal gemaakt is, dan gaat het zich heel snel ontwikkelen. En dat is een klik waar we vaak heel lang tegenaan kunnen duwen. Want we willen het graag fijn hebben. Maar het fijn hebben en tot inzicht komen, dat heeft aanvankelijk weinig met elkaar te maken. Eigenlijk niks. Want het fijn hebben heeft altijd betrekking op mijn ego, weet je wel. En zelfkennis heeft met het zelf te maken, met de werkelijkheid. Ja, als die ervaren wordt, dan doet fijn en niet fijn er eigenlijk niet zoveel toe. Dus zie die mensen, zie alle mensen gewoon als boodschappen van... Jack Kornfield die zei een keer van het beste kun je ervan uitgaan dat alle mensen verlicht zijn behalve jij. En ze zijn er dus allemaal, iedereen is guru, behalve jij. Weet je wel? En iedereen probeert dus alleen maar je iets te leren. En de ene doet dat door tegen je te schreeuwen. En de andere door heel vriendelijk te zijn. En de volgende door een praatje in een zaaltje te houden. Maar iedereen die probeert gewoon jou duidelijk te maken dat je vrij bent. En we hebben al die dingen nodig. Van het schreeuwen tot het meest liefdevolle. En het gaat natuurlijk nooit zoals jij wil dat het gaat, maar het gaat zoals het nodig is. Als dat aanvaard kan worden, dan ontwikkelt het zich gewoon heel snel. En zolang je daar nog tegen vecht, zeg maar, dan maak je het jezelf heel moeilijk. Vind ik mooi in het verhaal van Nisargadatta die dat dan heeft, dat je de regisseur bent in plaats van dus de toneelspeler, dat je dus dat hele toneelstuk, dit,
dus kunt zien als een regisseur. En dat jij dus het poppetje, Frederik of Hans of Frans of wie dan ook, gewoon kunt veranderen. Dus je kunt hem in wezen elke rol toebedelen die je zelf maar wenst. Hij heeft ook alle rollen. Ja. Hij heeft alle rollen. En dat is vrijheid. Ja, wat mij betreft overigens inclusief die regisseur. Inclusief die regisseur, ja. Hans. Dat is ook zo'n poppetje. Ja, precies. Maar als je het zo kunt zien inderdaad, als het gewoon op een toneel gebeurt, ja, dan zit er al zoveel ruimte in en eigenlijk humor ook wel. He, jezelf zo vreselijk je best zien doen. Of precies, om in dat stukje drama nog te willen zitten. We nemen het over het algemeen veel te serieus allemaal. Ja. Is dat niet cultuur bepaald? Want ik heb, als je in de Caribe komt, die mensen zijn veel vrolijker. Ik vind soms ook, als ik dus echt gevangen zit erin, dan denk ik, jezus, wat een gedoe. Ja, die maken zich ook druk over dingen. Ze dansen wel anders, hè? Ja. Zeker, maar ja, ik heb het idee dat iedereen zich druk maakt en daar misschien wat minder dan hier. Maar ik bedoel, de kern is hetzelfde. Neem daar iemand iets af en dan gaat hij ook schreeuwen, weet je wel. Maar die Calvinistische inslag. Ja, dat is wel mooi, ja. En misschien hebben we het hier gewoon, zeker in Holland, allemaal zo goed geregeld dat we dan ook eens de gelegenheid krijgen om wat verder te kijken. Dus, weet je wel, want het is allemaal lekker gestructureerd, maar je krijgt wel een beetje benauwd, vind je niet? Dus dat kan een aanzet zijn tot wat onderzoek. En zoals op een andere plek, het eindeloos dansen op het strand op een gegeven moment is ook fucking boring. Ja. Weet je wel, weer een Bacardi, die flikken uit de gezot, man. Ik wil een baan, weet je wel. Een keer een huis in plaats van een of ander strooien hutje. Ja, dus iedereen die heeft zo zijn voor- en nadelen. Nou, een voordeel gewoon van dingen serieus nemen kan zijn inderdaad dat er een bepaalde organisatie ontstaat van dingen. En het nadeel van dingen al te los nemen kan precies dat dus zijn, van dat dingen maar een beetje gemodder blijven. Weet je, dus alles heeft een voor- en een nadeel, dat maakt dus niks uit. Iedereen die heeft zijn dingetje. Ieder volk net zo goed, dus. Je moet toch kijken. Leuke van het woord serious. In serie, het gaat maar door, het is meer vanzelf. Ja, dat is mooi. Ja, serious. Ja. Herhaling. Het is interessant om op te merken inderdaad, als je naar je geest kijkt, hoe vaak je favoriete verhaaltjes herhaalt. Altijd een ik ben zus of zo. En altijd dat komt daar en daardoor. Oh man. Want mijn moeder hield niet van me. Nee, geen wonder! Godverdomme, wat een kreng was je, weet je wel. Of wat dan ook. En dat eindeloos blijven herhalen, totdat je er inderdaad ziek van wordt en het laat vallen. En hoe sneller je daar gewoon naar gaat kijken, naar die verhaaltjes, hoe sneller je ook de neiging hebt om dat gewoon te willen laten vallen. Je hebt er niks aan. Ja, dus is een tijdje best leuk, maar als je jezelf blijft herhalen, dan verlies je het vermogen om jezelf te vernieuwen, zou je kunnen zeggen. In feite kun je iedere seconde gewoon nieuw zijn. Dan niet een beetje aangepast cosmetisch, maar gewoon echt nieuw, fris. En dan kan dus ook een thematiekje, wat je misschien al 100 keer gezien hebt, als jij nieuw bent en open bent op dat moment, kan het dus ook op een totaal nieuwe manier gezien worden. En kunnen daar nieuwe aspecten of facetten in ontdekt worden. Want als je de hele tijd de dingen op dezelfde manier benadert, kom je dus ook nooit een stap verder. Je komt iedere keer voor hetzelfde muurtje te staan. Iedere keer met dezelfde gevoelens, iedere keer met dezelfde houding. Iedere keer met dezelfde zucht naar die dramatiek. En dat ook opgeven, hè? Je eigen
drama opgeven. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb toch recht op. Of ik ben toch zo zielig. Of zo geweldig. Of whatever. Ja, ik heb het zo langzamerhand wel eens verdiend. Ja, hoezo? En het is ook geen wonder dat je natuurlijk, want er komt ook wel voor dat mensen gewoon heel vaak, hè, dat zei ik er straks geloof ik ook al, van dezelfde soort dingen meemaken. Als jij dus niet vernieuwt, als je dus niet tot inzicht komt, dan is het geen wonder dat je dezelfde dingen meemaakt, want er is geen ruimte voor iets anders. Dus dan kun je bijvoorbeeld op een heel favoriet onderwerp 100 relaties verslijten en het is iedere keer dezelfde puinbak. Ja, gek, hè? En dat ligt dan aan al die 100 anderen, hè? Tuurlijk. Ja, sure. Maar als ik ontoegankelijk blijf, weet je wel, voor de ander, ja, dan zal die op een gegeven moment zeggen, toedeloo. Of als ik te veel eisend blijf, of nou, net wat mijn ding dan is, dan wordt dat gewoon heel lastig. Terwijl eigenlijk iedere keer als er zoiets naar je toe komt, maar ook weer als het je verlaat, het zijn twee boodschappen die je krijgt. De eerste keer dus iets wat aan wil raken en een opening wil geven eigenlijk. En als het weer vertrekt, is het een signaal van, nou goed, je hebt het dus niet toegelaten. En dat is niet erg op zich, maar het is wel fijn als je daar bewust van wordt. De afgelopen 2 dagen had ik nog best wel angst eigenlijk. Vrijdag was ik met mijn zoontje de stad in. Die lag plotseling bijna onder een auto. Het ging allemaal goed. Maar het heeft me wel 2,5 dag bezig gehouden. Hm. En ja. Hem ook? En niet, nee. Hm. De meester is altijd vlakbij. Op dat moment dat het gebeurde, ja, dan het ook niet zo tot me door. Pas later als je erover na gaat denken wat er allemaal had kunnen gebeuren. Kijk. Op het moment is er gewoon reageren. Van, je sleurt hem daar weg, weet je wel. Zet hem overeind en zo en je loopt door. Niks aan de hand. En dan komt het ego opzetten en je gaat denken en het wordt een drama. Ja. Dat was niks. Maar goed, ga door. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, dus daar kun je dus zien, hè. In de eerste instantie ben je gewoon jezelf. Niks aan de hand. En je bent uiterst adequaat om te reageren op de omstandigheden. En eigenlijk vind je nergens iets van. Nou, ik reageerde eigenlijk helemaal niet. Nou, oké, prima. En dat was ook niet nodig. Hij stond ook gewoon stil. Yes, good. Weet je wel. Ja. En vervolgens komt het denken. Er komt een heel komt verhaal de namaak ik. En die gaat zich druk lopen maken. Dus dat wat jij bent, maakt zich nooit druk. Die bedachte ik. Die je denkt te zijn af en toe, die maakt zich druk. En dan wordt er dus heel veel energie ingepompt. Hè? 2 dagen, of wat je zei. Iedere keer wordt het weer opgerakeld en zo. En emoties erbij, ideeën erbij. Wat als die dood zou zijn geweest? En dan is mijn hele leven naar de kloten. Of, weet je wel. Het is allemaal denken, het is gewoon niet waar. Maar we zijn heel... Ja, wat er ook bij me opkomt dan, ik reageerde ook totaal niet eigenlijk. Want ja, ik stond met mijn handen vol en kon er niet bij die auto vandaan slepen. Hij stopte zelf. En op dat moment had ik ook niet, interesseerde het me ook eigenlijk niet zo. Nee, natuurlijk niet. En later dacht ik van ja, allemaal wel mooi, maar hij had ook door dat die oninteresse van mij er wel onder kunnen liggen. Ja, het gebeurde niet, maar... Ja, dat had gekund. En dan had je dus op het punt gekomen van wat essentieel is. We hebben allemaal geleerd, van jongs af aan, dat als er dit gebeurt moet je je zo voelen. En als er dat gebeurt moet je je zo voelen. Maar als je in de natuurlijke toestand bent, vind je helemaal nergens iets van. En dat mag niet. En daarom komen al die ideeën op. Weet je wel, en dit is misschien heel raar, klinkt het in de oren van mensen. Mm-hmm. Maar in de natuurlijke toestand, net zo goed als wanneer je 's nachts in je bedje ligt, vind je gewoon helemaal nergens iets van. Maar omdat we dat geleerd hebben, omdat we geconditioneerd zijn, gaan we janken als er iemand dood zijn, dan zijn we blij als er iemand geboren wordt. Waarom niet andersom? Ik bedoel, het is net zo leuk. Weet je wel?
En in onze geest maken we ons geluk dus afhankelijk van alles en nog wat. Bijvoorbeeld van de gezondheid van onze kinderen of onze partner of whatever. Maar het zelf heeft dat allemaal niet nodig. Ja, er is toch ook een soort natuurlijk vaderschap. Is dat zo? Of niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee, dat is allemaal bedacht. Er is wel liefde. Maar vaderschap is een concept. Ik hou van jullie allemaal, maar ik ben jullie vader niet, weet je wel. En ik heb 2 kinderen, zeggen we dan. Nou goed, dan hou je daarvan. Maar had er 2 anderen neergezet, dan had ik daarvan gehouden. Weet je wel, dat gebeurt toch maar gewoon. Ja, in ruilen zal je ze niet. Dat is weer wat anders. In ruilen zal je ze niet, zei hij. Nee, maar waarom zou ik? Ja. Weet je wel, het is oké. En dus, het is natuurlijk om gewoon te zorgen voor wat binnen je blikveld is. Maar we hoeven daar niet een heel verhaal van te maken, maar dat doen we wel. En van kinds af aan leren we dat dat zo moet. En op het moment dat je dus afwijkt, ja, dan komen de reacties. Nou, en zoals ik net al zei, dan kun je dus heel goed kijken wat dat je doet. Er zijn heel wonderlijke dingen mogelijk. Ik herinner me toen mijn vader overleed een hele tijd geleden, dat er gewoon geen enkele reactie op kwam. En dat keurde ik dus af. Dus een jaar of, wat is het inmiddels, 15 jaar geleden of zo. En ging me dus klemzuipen om iets te voelen. Want ik vond dat ik verdrietig moest zijn, of kwaad, of opgelucht. Iets. Maar het was gewoon stil. Later begreep ik, ik was gewoon in een natuurlijke toestand. Ik was gewoon mezelf. Er was niks om me druk om te maken. Een vorm was er een tijd en een vorm verdween. So what? Maar vanuit mijn ego, vanuit mijn conditionering, moest ik emoties tonen. Ja, maar die waren er niet. Nou, creëerde ik ze maar. Ja, ook voor je buitenwereld. Dus nee, het was puur voor mezelf. Het ging nog niet eens over de buitenwereld. Het ging puur voor mezelf. Ik dacht dat ik niet goed snack was. Ik was wakker. Weet je wel, dus zoop ik me weer in een identificatie om dan te kunnen voldoen aan wat ik dacht dat ik zou moeten voelen of zijn. Maar er was gewoon niets. Er was een totale acceptatie dat hij dood was. En het was helemaal oké ook. Weet je wel, het was helemaal oké, perfect. Maar zo gaan wij dus niet met dingen om, weet je wel. We gaan heel mentaal met dingen om. En we hebben het niet eens in de gaten en zo houden we elkaar vast. Nee. Nee, want als bijvoorbeeld daarover gaat, ik kan hem nog steeds voelen. Weet je wel, hij is helemaal niet gescheiden van mij, dat was ook nooit zo. Weet je wel, dus er is eigenlijk niks gebeurd. Het enige is, ik kan met die fysieke verschijning geen koffie meer drinken. Of ruzie maken. Nee, er is geen echte scheiding, nee. Nee, het bestaat allemaal niet. Het is allemaal concept. Ja. Je voelt hem nog steeds, nou, we hebben het er nu over, dan verschijnt dat, hè. Wat alleen maar aangeeft dat alles wat je meemaakt denken is. Net als een goede vriend van me, Dre, hè? Die is dan ook dood. Nou, nu zeg ik zijn naam en dan voel ik hem. Als dat niet op zou komen, zou ik hem ook niet voelen. Weet je wel, dus... Maar is die persoon dan ook aanwezig of creëer je dat zelf gewoon? Nee, maar het voelt zo. Ja. Dus gewoon je energetisch geheugen of wat ik hoe je dat noemen wil, weet je wel. Je voelt dat. En wat je in essentie eigenlijk alleen maar voelt is liefde. Op mijn zwevende heb ik namelijk meegemaakt dat mijn opa was overleden. Toen tijdens de begrafenis kwam er opeens zo rust over mij en werd er ingefluisterd van ja, het is goed. Yes, exact. Dus ja, dat heb ik toch wel eigenlijk ervaren als een persoon die naast me stond. Ja, maar dat is een soort vertaling ook die we maken. Hè? Van onze geest is gewend om op een bepaalde manier te functioneren. Dus die gaat uit van dingen die een bepaalde vorm hebben. En dus ook bijvoorbeeld dat er iets gezegd kan worden. Dus die boodschap is in feite, zou je kunnen zeggen, een energetische puls. Maar die wordt door de mind gewoon vertaald in iets wat wij begrijpen kunnen. Dus bijvoorbeeld in klank. Of in een bepaalde concrete fysieke sensatie of iets dergelijks.
Ja, dus maak er niet van dat hij als persoon daar kwam om dat te zeggen. Hoewel, dat is ook prachtig als je dat wil voelen zo. Ja, nee, ik weet momenteel niet zo wat ik daarmee moet. Ik nee, gewoon die boodschap is wel essentieel. Tijdjes seances gehouden en zo. En ja, dat zat ik toen helemaal in. Ja, ja, momenteel interesseert het me helemaal niks meer eigenlijk. Ja, dan ben je gegroeid. Weet je wel, maar die boodschap is belangrijk. Het is oké. Okay. En dat is een hele diepe boodschap. Gaat niet alleen daarover. Het is altijd oké. Okay. Whatever will happen, weet je wel. Het is altijd oké. Okay. En dat is gewoon heel mooi. En dat is gewoon onze natuurlijke toestand. Gewoon de spontane acceptatie van wat er ook voorvalt. Dat is dus eigenlijk niks bijzonders aan. Of anders gezegd, het is heel raar dat dat bijzonder gevonden wordt. Dingen verschijnen, dingen verdwijnen. That's the way it is. Het gaat precies op tijd, weet je wel. Je gaat als je gaat. Dus niet te vroeg en niet te laat. Hij stierf veel te jong, zeggen ze dan. Ah, nee, hij werd niet ouder. Weet je wel, dus dat is precies genoeg. Ja, precies, dat vindt iemand anders, ja. Yes. Alles is perfect in orde. Pardon? Dat zeg je niet. Wat zeg ik niet? Nou, op het moment dat het gebeurt, ik ga het steeds meer denken. Ik van de week ook, ja nee, dat is serieus. Komt een vriend die me jaren geholpen heeft, zijn vrouw heeft kanker. En dat is terminaal. En ik voel me daar heel dubbel in, want ik heb wel, voel ik van, ja, goed, zo gaat het. Maar ik zie zijn droefenis en dan heb ik iets van, nou... Snap je? Ja, sure. Dat is mijn dilemma. Want ik kan niet zo eerlijk zijn als ik van binnen ben en me voel. En het ook werkelijk zie. Maar daarom is er gelukkig nog zoiets als liefde. Ja. En die maakt het mogelijk dat je gewoon aftast in het moment wat je wel en niet kan zeggen. Ja. Dus mijn ervaring is gewoon dat alles oké is. Maar ik zeg dat ook niet in alle omstandigheden tegen iedereen. Nee. Dan kijk je eerst gewoon waar iemand zit op dat moment. Ja. Nou, ik herken een kinderlijke impuls die ik vroeger heel duidelijk had. Ik stond vroeger op en ik kon de hele dag lachen. Zelfs ik had een vader die had z'n handen loszitten, maar onder het eten zelfs, dan zat ik nog te lachen en dan moest ik echt naar de wc om te stoppen. En dat komt dan weer boven, waarschijnlijk ook, dat heeft ergens contact, maar die kinderlijke impuls die moet ik echt uit de weg halen. Dat is er wel. Of dat moet is nog weer vers 2. He? Of dat moet is. Nou, ik vind het uit respect en wat je zegt liefde, dan doe je het echt niet. Ja, misschien. Ik heb ook wel eens andere dingen meegemaakt. Weet je. Noem eens. Gewoon dat mensen dus ergens werkelijk in zak en as over zaten en dat het gewoon niet tegen te houden was en ik in een lachbui uitbarstte en die ander was het kwijt. Ja. Dus maak er geen wet van, weet je wel, wil ik maar zeggen. Maar voel het gewoon voor jezelf, van tast dat af, weet je wel. Maar maak nergens een wet van. Soms kan het heel goed werken om gewoon iemand vierkant uit te lachen. Soms. Niet allemaal gaan proberen gelijk, weet je wel. Leer eerst maar eens hoe jij het vindt, als dat gebeurt. Oké, even iets anders nog. Weet iemand nog waar het 32,5 minuut geleden over ging? Nee, dat is perfect in orde. Dus je hoeft hier niks van te onthouden. Probeer niks te verbeteren, niks te veranderen, weet je wel. Gewoon zijn is genoeg. In feite gaat het er alleen maar om gewoon alle techniekjes, alle... Iedere impuls eigenlijk om ergens iets van te willen veranderen, die moet je doorzien. Dat is eigenlijk het enige. Je denkt dat er iets moet veranderen. Je denkt dat er iets verbeterd moet worden, dat er iets weg moet. Zie gewoon in dat dat alleen maar iets is wat je denkt. Het is niet zo. Dus vrijheid is, zou je kunnen zeggen, in die zin alleen maar de afwezigheid van de neiging jezelf te willen veranderen. Zo simpel is het eigenlijk. Good. Thank you.